Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met wereldse gebeurtenissen, filmpje 70. Ik zou heel wat anders gaan doen, maar soms is het wel even nodig. Gisteren heb ik met Roelie dat prachtig korte filmpje gemaakt over de rode deur. En daar is gelukkig heel dankbaar gebruik van gemaakt dat heel veel mensen dat delen, de rode deur plaatje delen of het als profielfoto doen. Heel erg bedankt. Goed gedaan. Als je nog niet gezien hebt, kijk het filmpje even. En als je overal rode deuren tegenkomt, ga ze maar door. We leven vandaag op een stormachtige 5 juli. En wat fijn dat het stormt, dan waait de lucht schoon. Ik hoop dat weinig slachtoffers te betreuren zijn. Ik heb net gehoord dat de jonge mevrouw in de auto waar een boom op kwam overleden is. Ja, dat is wel triest. Al met al, het natuurgeweld zal alleen maar blijven toenemen. De extreme verschillen, wat we komende week in het weer ook zien, dat zal extreem toenemen. Omdat wij over die 43 graden lijn van de elektro, van de. Er komt hier een schermpje voorbij. wij zijn voorbij de 43 graden van de magnetische poolshift. En wij komen nu in onbekend gebied terecht. Dit hebben wij op deze aarde, wij in ieder geval onze generatie, niemand die nu op aarde leeft, heeft dit meegemaakt. En ook mensen die vorige levens hebben gehad, die hebben dit nog niet meegemaakt. Ook in registratie is dit niet gebeurd. Dus ze weten het gewoon niet. Dus de extreme, zoals gisteren een tornado, dat kan heel erg goed gebeuren. Ik ga even terug naar die rode deur. Het gaat over de film van Jim Caviezel. En ik kreeg net een hele goede reactie op YouTube. En dat is ook de reden waarom ik nu dit filmpje maak. Ik dacht, dit is echt een hele goede opmerking. De mevrouw maakte. Ik ga ervan uit dat het een mevrouw is. In mijn oogwenk had ik dat volgens mij gezien. Even kijken hoor. Soms staat er niet een naam bij. Nou ja. Ah, Goslam. Geen idee, kan ook een manier zijn. Wel, nee. Wat een. Even kijken. Nee, dit was hem niet. Even kijken, waar is hij? Oh, Wendy. Dat is een vrouw. Zie je? Ik had gelijk. Wendy, die schrijft het volgende: Chester Bennington, Chris Cornell en ook Avicii en nog veel meer. Wilde een reportage maken over child trafficking. Ze zijn allemaal een kopje kleiner gemaakt. Nu vraag ik mij af hoe Mel Gibson dit wel gelukt is. Of misschien moet ik mij niet afvragen, maar mij slechts verwonderen. Dit is een hele goede opmerking en daar heb ik ook een heel eenvoudig antwoord op. Mel Gibson was geen slachtoffer van child trafficking en had dus geen gevaar om beelden en andere belastende materialen naar buiten te brengen. Ze hadden alle vier het geld ervoor. Deze mannen waren onvoorstelbaar rijk. Wat Mel Gibson ook niet had, was familie die in de grote kringen deelden en die meededen. Mel Gibson is de pionier. En dat zien we ook in al zijn films. Hij is verafschuwd om zijn film over de Maya's. Hij is verafschuwd over de Passion of the Christ film met Jim Caviezel als Jezus. Dat hij die doornenkroon opkrijgt en het bloed over zijn gezicht druipt. Alsjeblieft, beelddenkers. Als je hem nog niet gezien hebt. Ja. Is al een hele. Dat waren Maya en Passion. Dat waren de twee films waardoor Mel Gibson uitgeschot werd in Hollywood. Want daarmee ging hij ook een statement maken. Jongens, ik doe niet mee.
Dus ze hebben hem op allerlei mogelijke manieren geprobeerd binnen te halen. Lethal Weapon kennen we natuurlijk. En kijk ook naar de Mad Max films, hè? Kijk daarna. Alles wat in het programma stond van de New World Order, de Illuminati, zoals ik dat vroeger noemde, de Powers That Be, dat moet worden verteld aan het gepeupel. Dat is een van de regels. Dus die rode deur komt ook in heel veel films en series terug. Ook in de films, de serie Fringe bijvoorbeeld. Dan gaat ze op geen moment op zoek naar, dan zit het karakter zit gevangen, Olivia Dunham, zit gevangen in een andere wereld, tijdlijnen, alternate universes. Pieter, haar geliefde, die gaat op zoek naar haar en op geen moment gaat zij terug naar de tijd dat haar vader haar mishandelde en dat was op de militaire basis in Jacksonville, Florida. Hoeveel toeval wil je hebben? Walter, de vader van Pieter, die had daar samen met Spock, had die William wel, had daar een laboratorium waar hij proeven deed op kinderen. Niet zomaar proeven. Kinderen die werden dus in de serie Fringe werden behandeld met speciaal spul, zodat ze hun talenten heel erg konden uitvergroten. Nou, Olivia Dunham die gaat op geen moment moet hij zich bevrijden van de spirit of William Bell. Die spirit van William Bell die heeft toegang genomen tot haar geest en wil en Olivia, die zit dus gevangen in haar eigen lichaam, terwijl William Bell haar compleet overgenomen heeft. Ja, het is bijzonder. Dus zij gaan via LSD en andere, gaan ze dus in haar geest om te zoeken waar ze dus haar volwassen geest kunnen vinden. En wat blijkt nou? Op een gegeven moment gaat die William Bell samen met haar zoeken naar dat trauma van vroeger. En komen ze dus op die basis terecht in Jacksonville. En op die basis gaat zij dus zoeken naar het ouderlijk huis. En laat nou het ouderlijk huis die rode deur hebben. Toevallig. Nou, komt allemaal goed hoor. William Bell gaat wel dood. Jammer dan, was al dood, had beslag genomen op haar lichaam en geest. Goh. En die is dus doodgegaan. Olivia krijgt haar lichaam weer terug. Is helemaal happy met Peter. Nou. Nee, daar komt nog een heel verhaal achteraan. Maar dat is wel heel interessant. Fringe. Fringe. Nee, is niet zomaar meer te zien. Ook een teken. Ik heb jullie ook geattendeerd op Flikker Maastricht. Virtus et Justitia. Echt een. Kijk gewoon vanaf, ik denk dat we zijn nu bezig. Kijk, een hele. Oh, Peter, we moeten nog heel veel. We hebben dus vanaf deel 1 weer gekeken en er is zoveel herkenning. We zitten nu in 2017 en seizoen 7. En daar begint het eigenlijk al een beetje. Dus het zal seizoen 9 ongeveer zijn. Dat Virtus et Justitia helemaal uitgekleed wordt. Dat wordt in Nederland, dat vind ik belangrijk om jullie te vertellen. Dit is het Nederlandse verhaal. Dit is de waarheid. Er wordt zoveel verteld in Flikker Maastricht over hoe dat allemaal werkt. Ook in seizoen 5 wordt een officier, een hoofdofficier van justitie, moorden gepleegd, verkrachtingen gepleegd, alles gedaan. Wordt gewoon vrijgepleit, mag niet meer over gesproken worden. Toen al in seizoen 5, 2016. Het is dus een hele goede serie om te gaan kijken. Als je denkt van ik wil wel bepaalde dingen weten, maar ik wil niet die gruwelijkheden tegenkomen op Telegram, ga je gewoon Flikker Maastricht kijken. En dan niet bedenken dat het een serie is, hè? Want net als met Sons of Anarchy, er is een geest geweest die dat heeft bedacht. En een geest bedenkt dat niet zomaar, of hij heeft voorbeelden gehad. Sons of Anarchy was een motorserie. Poel, succes.
Nou, jullie hebben wat te doen. Dus in series en films wordt heel veel verteld. Nu gaan we even een heel ander stukje. Want dit snappen jullie nou. Die rode deur, waar die voor bedoeld is en jullie kunnen opzoeken. En ik geef dus een Nederlands voorbeeld en ook Engelse voorbeelden. En zo zijn er heel veel series. Ik heb daar een lijstje van gemaakt. Ik moet hem eens even weer updaten. Er is ook een Mexicaanse serie met orgaanhandel. Ja, jongens. Dus alles wat in series gebeurt, Dreamcatcher bijvoorbeeld ook, is een hele. Dat is niet voor mensen met een zwak hart. Of die snelle droom. Ik weet nog dat inmiddels een overleden vriendin van vroeger, die zei: Oh, we gaan een leuke film. Ja, is echt heel leuk. Dreamcatcher. Alleen zij dacht dat het Spirit was. Leuk Dreamcatcher. Nou, het was fikse horror. Dat vonden wij niet erg. Wij kunnen dat tegen. Wij kunnen dus relativeren. En doe dat ook als je echt op zoek gaat naar die beelden wat er is gebeurd. Als je denkt, Jeanette Ossebaard, die ken ik nu. Pizzagate en de schilderijen, het zwembad en whatever. Barbecue. Niet met een biefstuk. Dat ken ik nu wel. Ik ga op zoek naar het echte. Of ik wil niet op zoek naar het echte. Ga je naar de films? Ik wil je op zoek naar het echte? Nou, succes. Dat krijgen we dus niet op mijn groepen. Niet omdat ik het jullie niet wil tonen. Ik wil dat je zelf de beslissing neemt of je het wilt zien. Je hoeft het niet te zien. Je mag ook aannemen dat het zo is. En daar is die rode deur zo mooi voor. Die rode deur staat voor alle kinderen die veilig en geborgen kunnen opgroeien. Met liefde, met aandacht, met voedsel, met alles wat een kind nodig heeft. Daar staat die rode deur voor. Ook over onze kinderen, de iets grotere kinderen op de middelbare school. Ik ben inderdaad wel ervoor dat de kinderen hun mobieltje niet meenemen in de klas. Alleen heb ik daar nu wel mijn vraagtekens bij. Want nu wordt het dringend verzocht. We kennen dat dringende verzoek, dat was ook met de avondklok zo. Dat was niet een wet en dat was absoluut niet rechtsgeldig en dit ook niet. Dus je kind mag een mobieltje in de klas hebben. En ik zou dat eigenlijk je kind ook aanraden om met je kind afspraken te maken. En dat zij dus een heel belangrijk onderdeel zijn om te kijken wat er in die klas gebeurt. Wat is het dat er in die lesprogramma's aan informatie gegeven wordt, wat ze wel willen dat de kinderen tot zich nemen, maar wat ze niet willen dat de klas uitgaat. Dat moet je afvragen. Dus wat wordt er verteld op het moment dat al die kinderen hun mobieltjes niet meer in de klas mogen hebben? Waar zijn ze bang voor wat er opgenomen wordt? En dan denk ik aan indoctrinatie met MK-Ultra. Indoctrinatie via wat gebeurt er in de klas? Spreekmeester of juf of de leraar. Misschien wel even een verfrissend goedje door de klas. Wat zit daarin? En als de kinderen niet mogen filmen, dan ga jij dat niet zien. Van hé, man, ik vond het ook nog stinken. Oh ja, na een paar maanden. Nee, meester, die spreekt ze nu en dan even, want dat is zodat we weer helder kunnen denken. Ja, nee, dat is helemaal goed. Ja, dat is helemaal geen probleem. Want die kinderen, die pubers, die denken er helemaal niet over na. Behalve als jij een wakkere puber hebt. Behalve wanneer je met je puber kan praten. Dat je zegt van, goh, jullie mogen geen mobieltjes meer in de klas. Ik zou het wel heel fijn vinden dat jij mij vertelt wanneer er gekke dingen in de klas gebeuren. En geef dan jouw puber ook een definitie wat jij gek vindt. Spreetjes bijvoorbeeld. Hé, de leraar spreekt in de klas. Oh ja, dat doen ze bij alle klassen. Dat is zodat we een beetje helderder denken. Ah, onthoud deze.
Of ze hebben toevallig net het licht allemaal veranderd. Ja, nou, dat hoeven jullie allemaal niet te zien, want als dat op een mobieltje opgenomen wordt, dan zie je wat dat licht doet. Hele snelle flikkeringen. Goh, maar dat licht is veel beter voor die kinderen, want die kunnen zich dan veel beter concentreren. Dus dan wordt er geprogrammeerd. Ik wil weten wat er in die klas gebeurt, want ik vertrouw het onderwijssysteem niet meer. Absoluut niet meer. En de leraren, ook onder mijn volgers zitten leraren, ook op de middelbare scholen, laat weten wat voor dingen er gebeuren. Wat gebeurt er in zo'n klaslokaal? Wat wordt er van jou verwacht dat jij als leraar aan jouw leerlingen meegeeft? En doe je dat dan ook? Want er zijn in alle klassen camera's. Ook al weet jij dat als leraar niet, alle klassen hebben camera's. Ze kunnen alles monitoren. Ja. Nou, jij vertelt toch alleen maar leugens. Nou, oké, okay, prima. Zoek het dan gewoon even lekker uit. En als jij, kijk, we kunnen er ook niet onderuit. Als jij één keer je kind in het onderwijssysteem hebt, dan kan je er niet zo snel onderuit. Je kan wel je kind wakker maken en laten weten wat ze kunnen verwachten en waar ze op kunnen letten. En dit kind heeft ook gekozen voor jou als moeder, voor de vader, de omstandigheden. En dat kan je allemaal ook naluisteren op in het filmpje Als zielen hun leven op aarde gaan leiden. Is dan alles oké? Okay? Nee. Alleen jouw kind heeft er wel voor gekozen om in deze tijd op die school het onderwijs te genieten. En dus brengt het ook een bepaalde levenservaring met het kind mee. Wat ga je doen en hoe ga je daarmee om? Dus een kind is niet zielig als hij dus op deze manier les krijgt. Wij dachten daar vroeger helemaal niet over na. In de jaren 80 waren we alleen maar bezig met Wham, met Duran Duran en met David Bowie. Ja, dus wij konden via de games geen Engels leren. Dus we waren altijd heel, ik was heel, we hadden ook wel een hele leuke Engelse leraar. Er waren twee. Eentje daarvan, die werd altijd gepest totdat hij overspannen was. Dat was echt vreselijk. En ik heb een paar jaar geleden met zijn dochter nog gesproken. En dat vond ik heel fijn. Dus de andere Engelse leraar heb ik nooit meer gezien. Lijkt mij ook wel een, maar ja. Lijkt mij ook wel een wakker iemand. Maar ja, dat was in de jaren 80. Dan denk ik, hoe zou het nu met hem zijn? Geen idee. Ik heb ook nooit reunies gehad van geen enkele school, dus ik weet het ook niet. Valt je dingen op school? Ik vind dat verbod heel bijzonder. Wat nog meer bijzonder was, even over het nieuws. Ook Nederland, we hebben Nederlands nieuws. Ook Nederland is dat vandaag in de Tweede Kamer zag ik bij Rick. Dat daar dingen behandeld werden over Groningen. Natuurlijk stormt het. Natuurlijk kunnen heel veel leden van de Tweede Kamer niet komen. Heel handig. ik vind het bijzondere storm. Het is wel, maar dit heeft echt wel met de poolshift te maken. Alle vliegtuigen zijn afgelast. Er gingen nog wel heel veel landen. Het is nu 12:30. Zal ik eens even kijken hoe het nu met de vliegtuigen is. Even kijken, want eigenlijk zou het luchtruim leeg moeten zijn. Of ze moeten heel hoog. Ja, het is nagenoeg leeg. Oh, er gaat wel een A380. Oh, die gaat naar Glasgow. Die zit op 40.000 voet. En voor de rest is het wel, ja, staan ze allemaal een beetje stil. Er is nog eentje van Schiphol gegaan. Ja, van Schiphol gegaan, net nog. Die gaat naar Helsinki. Zo'n heel kleintje ook nog. Die waait toch weg? Goed. De komende dagen ben ik moeilijk te bereiken. Ik ga vrijdagavond wel een leuk filmpje met Harriet maken. Volgende week vrijdag hebben wij de Q&A om 7:30. Volgende week vrijdagavond. Daar kan je nog voor aanmelden. Harriet krijgt een biologische appel en een glaasje water. Ja, ze mocht ook een kopje koffie. Maar op het platform, als je dus lid... Nou ja, je moet dus wel even lid worden. Je krijgt verder geen reclame of andere gedoe hoor. Ik heb dus een aparte ruimte waar ik alles van Harriet, wat ik met haar opgenomen heb, dat staat daar op die ruimte van 2023, anders werd het wel heel veel, heb ik daar ook voor jullie klaargezet. Zodat je heel makkelijk die filmpjes van Harriet
kan zien. Dan hoef je dus niet door mijn 1700 filmpjes op YouTube. Dat is een groot voordeel en daar kan je lid van blijven. Je mag er ook altijd uit. Maar je kan ook zeggen, ik blijf gewoon in die groep. Daar heb je voor betaald, kost 5 euro. Je hebt de Q&A en alle filmpjes van Harriet staan gewoon heel mooi bij elkaar. Handig, leek mij. Dat is een cadeautje voor jullie. Kan je nog steeds voor aanmelden. 5 euro kost dat. En dan kan je ook, er is een speciale groep. Dan kan je dus vragen gaan posten al. En de vragen met de meeste vind ik leukst, die gaan als eerste behandeld worden. Dus stel daar je vragen voor Harriet of voor mij, mag beide. En dan heb ik komende maandag, dan is Rick jarig. Allemaal Rick feliciteren komende maandag. En dan hebben we een Q&A. Gaan we live met Rick Q, where we go on, we go all, totaal. Je vindt hem op Rumble en op Telegram. En de linken staan altijd in de beschrijving. Nou, heel leuk. Mooie samenwerking. Binnenkort ga ik weer meer filmpjes maken met anderen. Maar ik ben nu heel druk bezig om de counseloropleiding helemaal tip-top in orde te maken. En dus het is heel druk. Komende 4 dagen zal je mij weinig reacties zien geven. Er moet echt iets heel ernstigs gebeuren. Want dan zit ik bij Gerrit de Haan van Uptime Sense in Drachten. Zit ik in een masterclass. Dus, ik ben even aan het ontwikkelen. Ik wens jullie een hele mooie stormachtige dag. Geniet van. Doe je ramen en deuren ook even open als de storm een beetje geluwd is en het veilig genoeg is. Maar dan is het wel lekker om heerlijk even die energie door je huis te laten gaan. En wees vooral veilig. Kijk naar die series. Doe die open deur. Die rode open deur, ga die volgen. Dag lieve mensen.